Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. 1, 2, 3, fuck it! Vandaag heb ik voor jullie een fall haul. Ik bezit al heel veel fall spullen, voor de herfst dus. Maar toch kon ik het niet laten om nog extra te kopen. Oh, soms denk ik echt, oh god, Thalisa. Maar ons interieur gaat er weer super tof uitzien. Heel gezellig en heel herfstig. Dus ja, oké. Ik kan me niet inhouden. Ik ben naar de Action geweest en naar de Floralux. Een van mijn favoriete winkels. En ik ga jullie alles laten zien wat ik heb gekocht. Sorry als ik er heel onelegant bij zit en zo ineengezakt. Maar ik heb vandaag super veel last van bandenpijn. Oh, ik heb zoveel last van mijn, ja, van mijn baarmoeder die zich aan het uitzetten is nog. En ja, het is gewoon zo'n zeurende pijn. Dus ik wou niet op de grond gaan zitten of zo. Ik wou me gewoon gemakkelijk in de zetel zetten. Maar met dat jurkje is dat redelijk moeilijk. Oké, we will make it work. Ik zal beginnen met de Action en alles wat je hier ziet liggen. Naar de Action ben ik 2 keren geweest. Ik was al geweest een tijd geleden. En nu vandaag nog eens. Maar dit is wat ik vorige keer bij had. Dit warme bruine kussen. Ik ga meer warmtinten doen. Vorig jaar had ik alles heel beige. En deze keer ga ik beige met terracotta en oranje en warmere tinten mengen. Dus ja, dat is het eerste kussen. Dan heb ik deze kussen overtrek. Zo heb ik er 2 om de zetel op te vullen. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, hou ik van kussens. Ik hou van gezelligheid in huis. Ik heb altijd heel veel kussens. Nu zijn het meer zo de zomerkussens. Die blaadjes. En zo wat meer bohemian en zo. Maar we gaan hier dus switchen. Dan heb ik ook nog dit kussen. Beige met zo bloemen in terracotta. Vond ik ook super mooi. Dan dit grote kussen. Ook weer in zo'n oranje roest terracotta kleur. Dan heb ik blaadjes meegenomen. Ik vind ze eigenlijk iets te fel. Dus ik weet niet als ik ze ga gebruiken. Echt iets wat ik elk jaar denk, oh dat is mooi, maar uiteindelijk vind ik dat iets te fel en misschien kinderachtig voor in het interieur. Ik weet het niet juist. Maar oké, we gaan zien. Misschien ga ik ze gebruiken, misschien niet. De home makeover gaan jullie trouwens zien in de volgende vlog, dus ik denk dat dat vrijdag is. Dan ga ik dat laten zien. Dan heb ik, deze even eventjes aan de kant zetten. Die is niet van de Action. En dan ook nog van de Action heb ik deze wooden tray. Alsof ik nog niet genoeg wooden trays heb. Maar ja, dus zo'n houten tablet. Ik dacht hier zo pompoentjes in te doen of iets leuk in te leggen. Of kaarsen in te zetten. Want ik heb ook bijvoorbeeld zo'n roestkaarsen. Dat zou ook cute zijn erin. Maar dat weet ik nog niet zeker, dat zullen we zien. Ik heb er zo 2 en normaal heb ik er hier in de kast nog 3 liggen van vorig jaar van deze kleur. Dus dan kan ik die allemaal nog mengen. Dan heb ik 2 kaarsen in een zwarte pot. En deze zijn apple cinnamon. Dat is gewoon zwart. En die ruiken echt, ja, naar de herfst. Hè. Herfst in een potje, super zalige geuren. Ik heb ook nog kaarsen van Beauty and Bob's. Echt Yankee Candles. Dus die ga ik natuurlijk ook gebruiken. Ik heb er van dit jaar van de collectie. Maar die zal ik ook in de volgende video, als ik alles ga stylen, laten zien. Dan heb ik nog een kaars. Ik wou deze op het toilet zetten. En deze is appelkaneel. Ik denk dat Niels zijn mama deze had branden. Ik ben er niet zeker van, maar in de week toen wij daar waren,
had hij een kaars en ik dacht, oh, dat ruikt zo lekker. En het lijkt alsof dat deze is, maar ik ben niet 100% zeker. Maar oké, die rook wel lekker, dus ik dacht, I take it. En dan heb ik nog kaarsjes. En deze ook in de geuren appel, kaneel, apple en cinnamon. Dus die kan ik in mijn kaarspotjes doen. En dan heb ik deze lampjes. Dus heb ik er ook in het grijs met wit. In echt fel oranje. Nu in het bruin en beige. Ja, als mijn mama deze vlog nu aan het kijken is, waarschijnlijk gaat hij dat kijken. Dus hey mama. Mijn mama gaat echt zeggen, Talisa, ben je gek? En mijn mama niet alleen. Niels waarschijnlijk ook. Oké, deze lampjes. Ik weet nog niet als ik ze bij het kleurenthema vind passen. Maar ik denk het wel. En dan eigenlijk waarvoor ik ging naar de Action was toiletpapier en wc-blokjes. Dat heb ik bij. Maar dat ga ik nu niet laten zien, want dat is niet speciaal. En dan wou ik handdoeken. Oh, sorry, mijn gsm is echt heel tijd aan het gaan. Ze missen me, denk ik. Maar dan wou ik handdoeken die bij zo alle kleuren pasten voor in de keuken en de oven te hangen. Hier zitten er 3 in. Meer zo ruitjes. Dan deze ruiten, wat mijn favoriet is. En dan zo eentje. Dus dat past mooi samen sowieso. Gaat kijk cute zijn. En dan gaan we door naar de hall van de Floralux. Ah nee, ik had nog iets van Action. Dat zit hier in. Dit mandje voor de tv-kastjes, dat ga ik gewoon switchen met dit. Dus ik ga dat ineens al doen. Voilà. Dit is een 1 met wit en dit is 1 zonder wit. Maar dat wit gebruik ik ook wel in de zomer weer. En dit is voor nu ons tv-kastjes mandje. Dan heb ik deze mooie... Ja, wat is dit? Rietpluimachtig. Dat is plastiek. Dat zijn nepbloemen. Maar ik denk dat ik dus eerder voor deze vibe ga gaan en niet voor dit felle oranje. Als jullie snappen wat ik bedoel. Dit is echt meer zo de vibe, vind ik, dan die felle oranje blaadjes. Dus deze ga ik gebruiken. En dan heb ik 2 droogboeketten met oranje. Oranje in en beige en groen. En deze wil ik mengen voor een kleine vaasjes te zetten. En zo mooie vaasjes te maken. Dan heb ik batterijen bij. Nothing special. En dan deze 2. Ziet je tegenwoordig ook veel. Zo van die amberkleurige glazen potten. Zo'n beetje als vroeger bij de apotheek en zo. En ik dacht dat je daar dan zo van die... bloemetjes in doet. Niet zoveel natuurlijk, maar een paar. Het zou wel super cute ging zijn. Dus die heb ik meegenomen. Dan heb ik deze kaarsenhouders. Deze zijn zwart met goud. Met gaatjes. Ja, niet per se herfst. Dit kan eigenlijk altijd wel. Maar ik vond die super mooi om samen te zetten. Of eventueel hele mooie kleuren. En dan heb ik deze vaasjes. Ik denk dat Celine deze heeft. Ik ben niet zeker, maar ik denk dat hij die in de keuken heeft staan. En ik zag die en ik vond die wel ook weer heel mooi, want anders koop ik het natuurlijk niet. Deze 2 om samen te zetten op het aanrecht van de keuken of ergens. Ik ben er ook nog niet over uit. En dan had ik deze grote ook nog. Deze ga ik misschien eerder... Hey, katjes! Rustig, hè. Muffin. Muffin is Milky aan het opjagen. Maar deze dus. Deze denk ik misschien eerder dat ik op het aanrecht van de keuken ga zetten. Gaat sowieso wel heel mooi zijn. En dat is eigenlijk alles wat ik heb. Dus ik stap van nog wel voor nieuwe spullen, vind ik. Al bij al. Nee? Ik vind van wel. Waarschijnlijk gaan jullie denken, oh, ik vind het van niet, maar oké. Ik heb ook nog heel veel leuke dingen, zoals pompoentjes in het beige en het wit van vorig jaar in de Floralux. Wat jullie allemaal gaan zien in de volgende video. En ja, dan wou ik dat gewoon mengen met deze leuke dingen allemaal. Dus ja, hopelijk vonden jullie het leuk om dit te zien.
om een kleine haul te zien. Sorry dat ik zo gehaast ben misschien en uitgeput klink, maar ik zeg het is vandaag niet helemaal mijn dagje, maar ik wou toch deze video voor jullie filmen. Dus als jullie toch tot het einde hebben gekeken, doe dan zeker een duimpje omhoog. Vind ik super leuk dat jullie tot het einde hebben gekeken. En dan zie ik jullie in de volgende video, namelijk de herfst makeover van 2021. Tot volgende keer!